mensen! Bijna iedereen die dit kijkt heeft denk ik wel zwemles gehad. En dat is niet altijd even leuk, want dit zijn 10 irritaties tijdens je zwemles. Kom op Dylan, we moeten opschieten. We zijn al te laat. En je weet wat meester Speedo voor een straf geeft. 10 keer opdrukken. Op de bodem. Dat hebben 8 mensen niet overleefd. De legende gaat dat ze zijn opgelost door het gloor van het zwembad. Rick, dat is zo'n bullshit verhaal. Weet je, het ergste is dat we nu nog steeds niet ons A-diploma hebben. Kijk hoe oud we zijn. Kom op, man. Rick, kijk nou uit. Het is klaar. Oh. Ah. Pas op. Het is glad hier. Alles oké, okay, dude. Hi. Waar is die hai? Waar is... Niet dat ik bang ben voor hai, hè? Ik heb wel vaker met een hai gevochten. Nou, die hai leeft niet meer. Heb je een hai gedood? Nee, die is gestorven aan ouderdom. Boeien. Meester Speedo, je hoeft je geen zorgen te maken over een hai hier, want we zijn gewoon in het zwembad. Ja, ik zit nog een beetje in de Californian vibes, hè? Ik heb namelijk ooit gespeeld in Baywatch. Heb ik jou dat wel eens verteld? Dat ik gespeeld heb in Baywatch? Al 20 keer. Oh, wat jammer dat ik dat jou nog nooit verteld heb. Dat ga ik straks allemaal nog een keer doen. Maar we moeten eerst met de les beginnen. Er wachten mensen. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Guido Speedo. En voor de mensen die me wel kennen, ook. Ik lijk natuurlijk ontzettend op David Hasselhoff uit Baywatch, maar nee, ik ga geen handtekeningen uitdelen. En dat zou hier ook helemaal niet makkelijk zijn, want dan wordt het papier nat. Ik zie bekende gezichten. Dylan, Rick, meneer Jansen. U gaat het dit jaar al voor de 80ste keer proberen. 68ste keer, meneer Speedo. Heel goed dat jij het blijft proberen. Dan ga je later nog heel veel plezier van hebben. We beginnen vandaag met de schoolslag. Dat is de bosgrommel. Ik wilde gewoon kijken of jij wel scherp was vandaag. Hoe heet jij? Pieter Junior van de Hoge Band. Zal dat de zoon zijn van? Dylan, jij begint. Maar Miss Speedo, ik heb niet helemaal gezien hoe je dat... Heb ik jullie al verteld dat ik in Baywatch heb gespeeld? Alright. Water trappelen. Of zoals de Amerikanen zeggen, water trappelen. Zijn er vragen over? Meneer, hoe moet dit precies? Mooi. Geen vragen. Dan zet ik de stopwatch op. Ik kan... 5:10 minuten. Want ik moet even mijn haar goed doen. Zit voor geen meter. Mooi. Fijn dat we er weer allemaal zijn. Hé, hey. Waar is meneer Jansen? Goed. Dat lost het gloor wel op. Ik zei het toch? Wat? Oké, guys and girls. Het viel best mee toch, dat water trappelen? Een paar blauwe plekken, maar dat had thuis ook kunnen gebeuren. Rick, waar sta je toch te rillen? Wat is er aan de hand? Ik heb het koud. Ah, weet je waar het altijd super lekker warm is, Rick? In Californië? Nee, in Californië. Op het strand, waar Baywatch wordt opgenomen. Heb ik jullie wel eens verteld dat ik in Baywatch heb gespeeld? Ja, al 20 keer. Heb ik dat nog nooit verteld? Wat? Ik heb dus ooit in Baywatch gespeeld. Dat begon 15 jaar geleden toen ik er op vakantie was. Hey, Allison uit Baywatch, die belde me dus nog regelmatig. Pamela, wie? Oh, dus de Kim Kardashian van toen. En daar heb jij gewoon contact mee, of wat? Nou, vanwege het tijdsverschil lopen we elkaar vaak mis. En ik heb natuurlijk een ontzettend succesvolle carrière hier als zwemleraar. Dus ik heb helemaal geen tijd voor die... Hé, hey. Zijn Kira en Justin nou gewoon afgehaakt, die poesies? Nee, die zijn zojuist onderkoeld afgevoerd door de conciërge. En door! En dan zijn we nu bij het allerleukste deel van de les. Het einde? Nee. Onder water zwemmen door een gat. Wie wil beginnen? Weet je dat wel zeker, Pietertje? Het is jouw eerste dag. Mijn vader heeft het mij geleerd. Nou oké. Duik die oceaan in. Mijn vader. Alsof jouw vader in Baywatch heeft gezeten.
Niet te veel verwachten. Het is een eerste dag. Hè, het zou uniek zijn als zoiets in één keer zou lukken. Dus het is heel onwaarschijnlijk dat zo'n jochie dat... Oké. Rick, you're next. Laat maar even zien, Rick. I trust you. Heb ik het gehaald? Heb ik het gehaald? Het chloor is echt niet goed voor mijn ogen, man. Dat prikt helemaal. Dat is niet chloor, maar de pis in het zwembad. Ja, dat mengt zich dan met het chloor en dan gaat het prikken in je ogen. Heb ik gehoord. Sinds wanneer onthoud jij iets? Dylan, ik onthoud alles. Weet je wat ik trouwens ook gehoord heb? Dat vrouwen zwanger kunnen raken als ze in het water zwemmen. Dat gebeurde ooit bij mijn nicht, hè? Die ging op vakantie naar Gersonisos om daar in de zee te zwemmen. En 9 maanden later was ze opeens tienermoeder. Tienermoeder! Oké. Hé, maar pissen in het water, dat doe je toch niet? Serieus, dat is vet ranzig. Wie doet dat nou? Godverdomme. En dan nu, echt het allerleukste van de zwemles. Het einde? Nee. Zwemmen met kleren aan. Ja, dat dacht ik al. Hoezo dacht jij dat al? Nou, omdat we onze kleren van u aan moesten trekken. Ja, we zitten met een klimaatverandering. En als dadelijk het water omhoog komt en die Maas treedt buiten zijn oevers, dan hebben we ook niet toevallig onze zwembroek aan. Kun je überhaupt tegen de stroming van de Maas inzwemmen? Dylan. Ja, dat weet ik even niet. Ik weet alleen maar dat je blijft drijven op de oceaan in California. Net zoals Pamela Anderson, maar die blijft sowieso wel drijven, zelfs met kleren aan. Goed. Zijn er tot zover vragen? Welke zwemslag moeten we gebruiken? Mijn vader zegt ja, altijd dat... Ja, het maakt mij niet zo heel veel uit wat jouw vader allemaal zegt of wie jouw vader is. Dat boeit me niet zo heel veel. Ga jij maar als eerste en dan mag je helemaal zelf beslissen welke zwemslag jij wil kiezen. Ja. En jongens, haal nu maar even adem, want dit kan wel een tijdje gaan duren. Hè? In het water zijn je kleren zwaar. Ja, en Pietertje is natuurlijk ook voor de eerste dag hier. Dus die... What the f... Oké. Zwemdiploma A is in de pocket. Ja, ga maar naar huis. Hè? Gefeliciteerd. Kijk papa, ik heb de A-diploma in 1 dag. Wat superzoon, gefeliciteerd. Maar hoe is de rest van je groep? Slecht. Wat een stuitje. Ja, vind ik ook. Krijgen wij nu ook een diploma? Als jullie dadelijk allemaal nog een baantje trekken, dan heb ik voor jullie 2 nog een speciaal diploma. Echt? Let's go. Ik heb het lang voorgehouden, maar mijn pincode is 1002, hè, zodat je me wilt scannen. Sorry, zei je wat? Ik hoor je niet. Ja, dat mijn pincode 1002 is. Ja, ik hoor echt helemaal niks, er zit water in mijn oor. Wacht. Oh. Zo, wat zei je nou? Ja, alleen maar het allergrootste geheim wat ik voor iedereen verberg, behalve voor jou. En dat is? Mijn pincode. Wat is je pincode? Ja, nu ben ik het weer vergeten. Had je überhaupt geld op je bankrekening staan? Nee. Ja, dat dacht ik al. Ik krijg die broek echt niet uit. Zal ik je anders even helpen? Als jij je nou vasthoudt aan die bank, dan trek ik heel hard aan je spijkerbroek. Gaat dat werken, denk je? Ja, Dylan, ik ben niet voor niks vorig jaar Nederlands kampioen touwtrekker geworden. Iets in me zegt dat dit niet waar is. Kom, ik help je. Okay. Ja. Ja. Let op, hè. Let nou op. 3, 2... Oh, shit. 1... Heeft iemand mijn zwembroek gezien? Wederom een typische alledaagse zwemles. Dus dit, nou, reken er maar op dat het echt nog wel even gaat duren. Hè? En dat het, is gewoon zwaar. Hey, pap! Oh, niet vallen, hè? Oh. Hey, pap, kom je wel eens? Ja, dat was een goede timing.